De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. De nummers 3 en 4, Volendam en De Graafschap bij de 36 punten. Volendam met een periodetitel op zak en dit is de eerste serieuze kans. En het is meteen een doelpunt. Vlak met de goal. Na een kwartier aan de dijk met de 1-0. Lekker geschoten vanaf een meter of 18. De bal achter Hidde Jurrius. En Jurrius is nu belangrijk, want het is De Graafschap dat via Van Michum op 1-1 komt. Uiteindelijk begon het allemaal bij een lange bal van de keeper. Seuntjens daarna en vervolgens is het 1-1 via Van Michum, dus een prima goal. 8 minuten na de openingsgoal van Volendam. Hier is de voorzet en die voorzet wordt er zomaar ingelopen. Althans, bijna ingelopen, want uiteindelijk moet Small de rebound benutten. En zo staat Volendam weer op voorsprong. Eerste redding van Jurrius en een prima goal van Small. En het is voor Small zijn 5e doelpunt voor een linksback van Michum. Deze had er absoluut in gemoeten. Maar hij verzuimt De Graafschap op een 2-2 stand te brengen in de eerste helft. Aantrekkelijke wedstrijd, er gebeurt genoeg. Met Van Michum die belangrijk is. En zeker belangrijk is Hamdaoui met het schot. Kreeg de bal van Jurrius tussen 4 spelers van Volendam door. En heel lekker geschoten, 2-2 de stand. In de tweede helft, een uur zijn we bezig met een goede kopbal. Het is Seuntjens, hoefde daar niet heel veel moeite voor te doen. Zijn 10e van het seizoen, scoort in zijn 5e duel op rij. Maar de vorige 4 duels leverden geen overwinning op. Seuntjens dus bij de tweede paal. Het hoofd tegen de bal en De Graafschap weer op voorsprong. Volendam gaat proberen op gelijke hoogte te komen. Dat gebeurt 7 minuten voor tijd en dat lukt dan ook. Wat is dit een heerlijke goal van Antonucci. Krijgt de kramp, zo lijkt het. Maar dit is fantastisch. Plat levert hem de bal af. En zo is het weer raak voor Volendam. 3-3. Slotfase van het duel. De Graafschap gaat voor de volle winst met Seuntjens. Dicht bij de keeper. Noordin Bakker redt. De rebound wordt niet benut. En zo eindigt deze editie van Volendam. De Graafschap. Spectaculair duel in 3-3.